Zo, welkom terug allemaal. Vandaag een woordje over back-button focus. Zoals met elke video die ik maak, heb ik de bedoeling om aan jullie een bepaald begrip, een bepaalde functionaliteit, een techniek en dergelijke meer, aan jullie uit te leggen. En dan is het aan jullie om die wel of niet, om de keuze te maken om die wel of niet toe te passen. Dus het is eigenlijk gewoon door die informatie te geven, dat jullie de functionaliteit en zo verder begrijpen, dat jullie voor jezelf kunnen beslissen of het handig is of niet. Zo ook voor de back-button focus. Eerst en vooral, wat is de back-button focus? Komt erop neer, standaard, als je een systeem hebt, een camera zoals deze met autofocus, dan zal het zo zijn dat als je de ontspanner, daar zijn twee standen op, als je die volledig indrukt, dan zal de foto gemaakt worden. Als je de ontspanner echter half indrukt, dan zal de belichting en de autofocus in werking treden. Zeer handig, want zelfs al wil je snel een foto maken, je moet altijd voorbij die half ingedrukte stand om de volledig ingedrukte stand te bekomen voor je foto. Dus je zal altijd de scherpstelling ook toegepast hebben en de belichting. Nu, in sommige gevallen, als je meer controle wil over het moment waarop dat die autofocus gebeurt, dan kan het handig zijn om die functionaliteit te verplaatsen naar een andere knop. En in veel gevallen is dat deze knop hier achteraan. Vandaar ook de naam back-button focus. Als we nu deze camera als voorbeeld inschakelen en de live view even toepassen, dan zien we hier een beeld. En daar zie je, als het goed is, in het midden een rood kader, wat aangeeft dat er nog niet scherp gesteld is, maar dat er op dat kader scherp gesteld zal worden als je de focus in werking stelt. Nu, bij mij is het al ingesteld voor deze knop, dus dan zal ik het even toepassen. En als het goed is, zie je dan dat er nu een groen kader is, wat aangeeft dat er scherp gesteld is op dat punt in de foto. Je kan kiezen, ofwel laat je je camera zelf kiezen welk punt in de foto, maar opnieuw, dan vertrouw je op de logica in de camera. Als je met gezichtsherkenning werkt, dan kan dat correct functioneren, maar in veel gevallen wil je zelf controle over waar je scherp gesteld wordt. En dan is het handig om een vast punt, bijvoorbeeld het midden van je frame, te gebruiken. Een bepaalde baksteen. Ik wil op die bewuste baksteen daar scherp gesteld. Dan moet je je kadrage gaan aanpassen, zodat dat punt daar zich bevindt. Scherp stellen. Zo. En dan moet je uiteindelijk terug gaan naar je oorspronkelijke kadrage en dan je foto maken. En het is daar dat die back-button focus handig is. Stel, je hebt geen aparte instellingen. Je gebruikt dus het half ingedrukt houden van de ontspannende knop. Je drukt die hier half in. Als je dan hier komt, dus opnieuw een kadrage gemaakt hebt, en je duwt opnieuw half in, dan zal die opnieuw scherp stellen. Dus dan ben je je scherpstelling van daarnet kwijt. Daar zijn twee oplossingen voor. Ofwel druk je half in op het juiste moment als je je vakje correct ingesteld hebt. Hou je die half ingedrukt, herkadreer je en druk je pas volledig in. Doordat je die half ingedrukt blijft houden, dan blijft die focus en kun je volledig indrukken als je je kadrage opnieuw ingesteld hebt. Dus dat is een manier waarop je dat kunt overbruggen. Nadeel daarvan is dat als je die knop half ingedrukt houdt, dan wordt ook je belichting gedaan. Dus dat betekent dat je belichting ook gebeurd is toen je de kadrage anders ingesteld had. Als je manuele belichting gebruikt, kan dat geen kwaad. Het is enkel je lichtmeting die op dat punt is uitgevoerd. Je krijgt nog altijd een update van je lichtmeting als je camera je kadrage verplaatst. Gebruik je echter automatische belichting, dan zal die belichting vastgesteld zijn op dat punt. Dus dan kan het zijn dat door je kadrage opnieuw te maken, je belichting eigenlijk verschoven is, waardoor dat je camera, terwijl je die ingedrukt hield, half ingedrukt, die verschuiving niet heeft waargenomen of niet heeft aangepast. De oplossing daarvoor is dus een tweede knop te gebruiken. Bijvoorbeeld deze knop. En die te koppelen aan de autofocus. Als ik dan hier mijn kadrage aanpas om het autofocuspunt correct te plaatsen, deze half indruk, mijn autofocus is gebeurd, ik kan die loslaten. Ik kan mijn camera opnieuw kadreren. En als ik nu de ontspanner half indruk, dan maakt hij een correcte belichting, omdat de belichting nog altijd op de ontspanner staat. En ik druk die volledig in en mijn foto is volledig gemaakt. Mijn scherpstelling is niet meer gewijzigd tussen dat en dat punt. Dus dat is een handige manier om te werken. Dat is eigenlijk het voornaamste voordeel van de back-button focus. Deze knop, om die voor focus te gebruiken, moet je die in de menu gaan instellen. Ik zal in deze video een klein onderdeel voorzien waarbij dat ik laat zien hoe je die instelling juist uitvoert. Op de Sony, kijk in uw handleiding als je het op Nikon of Canon wilt toepassen. Over het algemeen is de functionaliteit, het is in twee stappen dat het moet gebeuren. Je moet aan de ene kant uitschakelen dat hier de autofocus gebeurt, en dan moet je bij de custom buttons inschakelen dat hier de autofocus wel gebeurt. Dus dat is in grote lijnen wat er moet gebeuren, maar meer details op de Sony.
Nu, deze knop heeft standaard ook een bepaalde functionaliteit, dat is de belichtings- en de focus lock knop. Dus stel dat je met de standaard instellingen werkt en je maakt een, je drukt de ontspanner half in, dan gebeurt er een belichting en een scherpstelling. Als je deze dan ingedrukt houdt en deze terug loslaat, dan zal die scherpstelling en die belichting vastgehouden worden. Dat kan handig zijn in een bepaalde situatie, maar dat is dus de standaard functionaliteit van deze knop. Je kan die ook instellen om enkel de belichting vast te houden, enkel de scherpstelling vast te houden. Of, zoals ik het dus graag heb, hier pas de autofocus uit te voeren. Oké, alvast mijn excuses voor de misschien wat vreemde opstelling nu. Maar ik wil dus nu vooral laten zien hoe je op de Sony Alpha 7 gemakkelijk de back button focus kunt instellen. Dus hier is de sluiterknop, terwijl hier de knop is die gebruikt wordt als back button focus. Als je nu in de menu, dus dit is deze knop, gaat. Dus het Sony menu is zo, je kan dit scrollwiel gebruiken om doorheen de opties te gaan. Als je naar beneden gaat, zo, in het midden van het wiel klikken is een bevestiging. Dus ik heb hier bovenaan bepaalde headers, dus dan foto, instellingen, wifi, applicaties, weergave en dan nog toestelinstellingen. Dus wat we nu willen doen is de back button focus instellen en daarvoor gaan we naar... Dus we zitten nu in de volgende tab met het tandwieltje, de settings. En we zitten op de derde pagina. Als we daar dan helemaal onderaan gaan, dan hebben we AF with shutter. Dus dat betekent als dit aanstaat, nu staat het off bij mij. Als je daarop klikt kun je dus aan of uitzetten. Maar dit gaat eigenlijk enkel gaan instellen dat als je op de ontspanner, als je die half indrukt, dus dat er geen focus niet meer plaatsvindt op het moment dat je de ontspanner half indrukt. Dus dit moet derde pagina bij het tandwieltje, helemaal onderaan, dit moet op uitstaan. En dan moeten we nog als laatste bij de custom key settings, ook bij het tandwieltje pagina 6, dus helemaal op het einde de tweede optie van boven gezien. Daar kunnen we dan voor alle knoppen die aangepast kunnen worden eigenlijk. De AEL button, dat is de knop hier, deze knop. Dus die gaan altijd de belichting vasthouden, terwijl de AFMF button, als de selector naar boven staat, dat is deze knop, mijn autofocus activeren. Zo, bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.